allemaal, vandaag weer een video voor jullie. Deze keer heb ik een soort van shoplog voor jullie. Excuseer maar allereerst, de wasmachine staat aan. Ik kon er niks doen, ik moet nu echt deze video opnemen. Maar het grootste gedeelte van deze video zijn aparte filmpjes, dus dat scheelt. Ik heb namelijk een aantal nieuwe kledingstukken gekocht en heb gekregen van mijn oma. Dat was ik ook toevallig laatst in Goorlen. Als een winkel met heel veel kleding van Esprit en Max onder andere. En ik had helemaal niet het idee dat we iets gingen kopen, maar... Toen gingen we drie dingen naar buiten. En ik heb hier nog een heel leuk accessoire. Dus als je heel erg graag wil zien wat ik allemaal gekocht heb, moet je zeker even lekker blijven kijken. We beginnen allereerst met dit blouseje van Esprit. Ik vind het een heel leuk blouseje. Het is een soort van dolmatia-achtige print. Misschien dat de ander zou zeggen panterprint, maar ik vind dat niet echt een panterprint. Het leukste vind ik om dit blouseje een beetje op te knopen. Het geeft het toch net even iets meer een beetje een stoerder karakter. Maar ik vind het wel een heel erg leuk blouseje en ben er echt heel erg blij mee. Dan gaan we verder met een super lekkere teddy-achtige vest. Het is echt een behoorlijk oversized vest. Maar het zit echt goddelijk. Hij is heerlijk warm. En wat ik vorig leuk vind is dat hij toch wel iets taille heeft, zeg maar, bij je billen. Dus het is niet dat hij echt een zak over je heen valt. Het is echt wel een mooi, mooi vest. Gewoon mooi en toch een beetje oversized. Dan deze maxi dress, wat bij velen inderdaad ook een maxi dress zou zijn. Bij mij is hij iets korter. Vooral de achterkant vind ik heel erg mooi. En ja, het zit gewoon heel erg mooi, hele mooie jurk. Dan deze super toffe tas. Het is eigenlijk gewoon een soort tijdschrift, als je het zo zou zien. Die een soort van dubbel gevouwen is. En daar hebben ze dan gewoon een riempje omheen gemaakt en een koord, zodat je hem dus echt kan dragen als een tas. De binnenkant kan best wel behoorlijk wat in. Er zit een zijvakje waar bijvoorbeeld je telefoon of je pasjes of zo in zou kunnen doen. Het is echt een beetje een clutchformaat, maar hij is echt super trendy. Dan mijn ultieme favoriet. Hier werd ik echt verliefd op toen ik in die winkel binnenkwam in Goorlen. Het is een hele gave jumpsuit. Hij is ietsjes netter dan een gewone jumpsuit. Hij is echt wel een beetje voor bijvoorbeeld als je uit eten gaat of zo. Of het zou zelfs als een soort vervanger van een soort galajurk kunnen zijn. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij valt heel erg mooi in je taille, mooie stof. En ik vind het heel erg leuk dat er een soort van ketting opgemaakt is. En hier ben ik echt super blij mee. Dan waren dit allemaal kledingstukken en de accessoires. Hij is toch echt vet cute, dat vinden jullie. Het is echt als je hem zo bekijkt, even zonder het koord zeg maar, als ik die even wegdenk. Dat is net alsof ik gewoon zo'n tijdschrift doorgevouwen. Ik vind hem echt super tof. Wat mij betreft kan iedereen hiermee gaan lopen. Ik heb toevallig eentje met heel veel kleur, maar bijvoorbeeld mijn moeder had er eentje met Marilyn Monroe en zwart en wit. Ook heel erg gaaf. Maar ik zou gewoon zeggen, ga er eentje halen en ga anders even googlen op internet, misschien op eBay. Maar het is echt, ik denk als je zoekt naar model magazine bag, dat hij dat nog wel op zich, of magazine bag, fashion magazine bag, dat hij dat nog echt wel misschien nog kan vinden ook. Dit magazine heet Luxurious. Ik denk dat het een Engels magazine is, ik ken het op zich niet, maar ik vond hem wel heel erg tof vanwege de kleuren. Dus dat is gewoon echt mij. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan wil ik heel graag aan jullie vragen of jullie een duimpje omhoog willen geven voor deze video. En dan zie ik je heel erg graag de volgende keer weer. Doeg!